De gast van vandaag is al 3 seizoenen profvoetballer en hij is de enige profvoetballer die het hele stadion ooit trakteerde op bonussen. Vandaag de gast? Julius Bliek. En aan Julius stel ik niet de standaard interviewvragen, maar bijzondere vragen, zoals deze. Als jij een dier zou zijn, welk dier zou je zijn? En als je gekke vragen stelt, dan krijg je ook bijzondere antwoorden. Ik denk dat ik een kat zou zijn. Een kat? Ja. Ben je er klaar voor, Julius? Ja, ik ben er zeker klaar. Wat zou je doen als je de premier van Nederland was? Dan zou ik de snelheden op de weg wat wilde aanpassen. Vanaf maart wordt het overal 100 km per uur. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Nee? Nee. Dan wordt Deventer ineens heel ver weg, hè? Ja, dat wordt heel ver weg, ja. Dan moet je... Nee, ja. Ja, kijk, als het allemaal 100 km per uur wordt, ja. Dat vind ik wel een beetje overdreven. Wanneer was jij voor het laatst heel erg dronken? Ik denk dat het na de wedstrijd van RKC was. Dat we toen met een paar teamgenoten wel... De misgelopen promotie? Ja. Dat we toen wel eventjes, toen zijn we eerst bij iemand thuis gaan zitten, wat ik weet. En toen later zijn we ook nog even de stad ingegaan om eventjes, zoals ze dat zeggen, verdriet weg te drinken. Ja, dat was wel verdriet. Dat was een verdrietige situatie bij jullie. Ja, toen hebben we het wel op de zuipen gezeten. Ja? Ja. Wat is een typisch familietrekje dat jij hebt overgenomen van de familie Bliek? Te laat komen. Te laat komen? Ja. Mijn vader die kan slecht uit zijn bed komen. Dan denk je bakker, maar goed, die kan niet heel goed uit zijn bed komen. Mijn broer die kan niet goed uit zijn bed komen. En dat is echt een trekje, dat is echt een familietrekje. Als jij een dier zou zijn, welk dier zou je zijn? Ik denk dat ik een kat zou zijn. Een kat? Ja, als ik kijk naar mijn eigen kat, die heeft een heel chill leven. Die doet lekker waar hij zin in heeft. En die maakt zich nergens druk om. Die gaat lekker liggen en prima. Wat was jouw favoriete televisieprogramma toen je klein was? Bassie en Adriaan. Bassie en Adriaan? Ja. Ja? Ja, en dan vooral dat ze zeg maar op zoek gingen naar het pakje. Dat vond ik wel... Dat vond je fantastisch? Ja, vond ik leuk. En wie vond je dan leuker, Bassie of Adriaan? Adriaan. Ja? Ja. Want? Geen idee waarom. Wat is het mooiste stadion waar je ooit gespeeld hebt? De Arena. Ja? Ja. Ja, ik ben ook wel Ajax-iet. Ik heb achteraf ook nog het shirtje van Matthijs de Ligt toen. Dus dat is op zich wel mooi. Ja, niet hier, die hangt in Deventer. Het is wel een mooie herinnering. Ja. Hey, wat is jouw beste mop? Mijn beste mop? Ken jij die mop van die blinde timmerman? Nee. Nou, die sloeg nergens op. Top, dankjewel man. Wat leuk. Ja.